Errol Alkan, je bent de topscorer van de ploeg als verdediger. Dankjewel. Het was een goede voorzet van Jordi Vleugels. Hij kwam eigenlijk precies goed op mijn hoofd, dus ik denk meer dat ik hem gewoon alleen maar hoefde aan te raken. En het is gewoon beginnersgeluk, denk ik. Maar wel lekker om je debuut op te luisteren met een doelpunt. Ja, dat klopt. Het is ook gewoon vertrouwen. Ja, qua spel voor mijzelf kan nog wel beter, maar ik ben wel gewoon blij met een goaltje vandaag. Waar ben je ontevreden over dan? Dat ik soms wel even wat rustig kan zijn aan de bal. En dat we gewoon soms wat rust moeten bouwen in het team. Maar ja, voor het meest ben ik gewoon echt tevreden hoe we vandaag hebben gestreden. En dat was ook onze doelstelling vandaag. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Je zegt de ploeg heeft goed gespeeld. Of tenminste goed gestreden voor iedere meter. Maar hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd, je debuut? Ja, het begon wel goed in de eerste helft voor mezelf. Met een goaltje erbij. De tweede helft was soms toch wel voor mezelf een beetje slordig. Maar ja, daar moet gewoon gewerkt aan worden. En ik ben nog jong, dus ik heb genoeg tijd om daar een verbetering in te krijgen. Maar ja, voor de rest vond ik het gewoon goed. De sfeer was ook prima, dus ik had het echt naar mijn zin. Een mooi debuut. Ja, voor jezelf. Een heel mooi debuut. En ik ben echt trots. Ik hoop dat ik de volgende wedstrijd hier weer een goaltje mee mag pikken. Als we eens kijken naar de wedstrijd, hè? Die eindigt uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel tegen FC Os. Had er misschien meer in gezeten voor Dordt? Ja, we hadden veel kansen, hun ook. De wedstrijd was voor mij een beetje gelijk op. Oké, we hadden wel wat meer balbezit, maar dat was gewoon omdat dat onze speelwijze was. We zakten een beetje in en zetten druk op de juiste momenten. Maar we hebben veel kansen gehad, hun ook. En ik vind gewoon terecht dat we gewoon met een gelijkspel van het veld af zijn gegaan. De trainer zegt net tegen mij, dit geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Als we kijken hoe kort we pas met elkaar werken, sommige jongens die er pas net bij zijn gekomen, dat kan wel eens iets heel moois gaan worden. Beleven jullie dat ook zo? Ja, klopt. Het was zo dat ik eigenlijk normaal op het middenveld zou spelen vandaag. Maar doordat Blake zijn papier niet werd geregeld, moest ik achterin staan. Maar ja, je ziet het maar hoe iedereen alles opvult en iedereen werkt echt heel hard voor elkaar. Maar ja, ik weet sowieso dat we iets heel moois kunnen maken dit seizoen.